De Rabobank Live Giant formatie van Koos Moerenhout heeft een aantal buitenlandse rensters in haar gelederen. De Française Pauline Ferrand-Prévot is één van deze rensters. Haar Giro verloopt vooralsnog goed. En de vierde etappe zou wel eens voor Pauline kunnen zijn. Yes, it looks like a flat stage, but I'm really sure it's flat today. I have to ride in the front and to try to escape for maybe to win the stage. But you're also very helpful to Marianne. Yes, of course, yes. But now Marianne had a big gap with the other girl, and yes, of course, I have to help also Marianne. So what do you think of the Giro Rosa? The first two stage was pretty easy. But yesterday it was a very hard stage. I was in the front and I was dropped in the last climb. And I take 2 minutes for the young jersey. Of course I'm disappointed, but I try to see next stage. But, and what do you think of the atmosphere here? Yes, it's a good atmosphere. Also with the team, the girls are very funny, and it's... No, it's my first time for Giro, and I like. But you like racing in Italy? Yes, of course. But why? The people here like cycling, and there are a lot of people in the road. And also the organization, it's very good. Is it better than riding in France? No, I cannot say that. En echt vlak zijn de etappes nergens tijdens deze Giro. Ook de vierde etappe heeft een aantal klimmetjes. Vooral de aankomst was lastig met een klim naar de finish. Het peloton blijft tot het einde bij elkaar en we krijgen dus een massasprint. Marianne Vos had de etappe reeds voorverkend en wist waar ze aan begon. De rest trok te vroeg aan, zodat Vos met lengtesvoorsprong als eerste over de streep komt. Marianne, het is wel weer lekker om met je directe concurrenten te sprinten. Goh, ja, natuurlijk is dat mooi. En na gisteren had ik wel een goed gevoel natuurlijk, maar vandaag was het weer een andere etappe. En een lange etappe. Heet was het onderweg, dus het is gewoon oppassen, geblazen, voldoende drinken, geen gekke dingen doen. En gisteren had er natuurlijk behoorlijk ingehakt, dus dan is dat maar weer de vraag hoe het de dag erna gaat. Ja, en dan een best wel lastige finale. Ja, de laatste iets meer dan 2 kilometer ging echt pittig bergop. Ik had gelukkig gisteren verkend, dus dan weet je hoe het loopt. En ja, ik wist dat ik niet te vroeg moest komen. En betaalde zich vandaag uit in een mooie overwinning. Ja, en wat betekent dat voor het algemeen klassement? Ja, goed, vandaag zijn de verschillen niet heel groot. Maar toch weer een klein beetje uitgelopen. En dat is prettig voor de komende dagen. Maar ja, nu gaat het echt pas beginnen. Ja, want is zo'n sprint nou een beetje je benen testen en kijken wat de concurrentie doet? Of is het echt gewoon van verstand op nul en gewoon gaan? Ja, zo'n sprint bergop is toch anders dan een gewone klim. Kijk, hier hoef je boven niet meer verder. En dan opgeblazen, dat maakt eigenlijk niet uit. En dat ligt me gewoon heel goed. Dus vandaag was zeker wel een aankomst voor mij. En dan is het wel mooi als je de directe concurrentie ook kunt zien hoe zij aan het werk zijn. Ja, en dan moeten we de komende dagen zien hoe het dan verder gaat. En toen kwamen we een keer in die bocht om en dan zag je echt ineens een aantal sprinters van. Ja, laat ook maar.